Hallo. Hallo, Jurk. Leuk je stem weer te horen. Ja, het is een tijd geleden, hè? Oh, niet zo heel lang. Oh, een week of twee, dacht ik. Ja, zoiets, ja. Ja, het is toch lang. Normaal gezien spreken wij vaker met elkaar. Maar ja, het moet lukken ook, hè? Ja. Er is zoveel gebeurd allemaal. Even dan de opening doen. Want we hebben het over nieuwsuitzending nummer 100. Even voor de luisteraars, hè. Het gaat Rulers of Evil nummer 15 worden. En het is uitzending nummer 188. Daar zijn we gebleven. En wij gaan het verder oppakken met de Rulers of Evil. Toch? Ja, En ik weet niet ik. waarop we hier willen spreken, Nou, ja. eigenlijk, als je aan mijn hart vraagt, dan zou ik gewoon Matthäus 6 willen doen. Ja, je zei iets van dat je over het Vader Onze, of hoe je dat in het Nederlands noemt, wil Onze spreken. Vader, En ja. onze Vader, ja. En ik had vandaag al natuurlijk gekeken. Ik had natuurlijk vandaag al gekeken, Matthäus 6, maar persoonlijk ben ik voor zoiets, dat als je over zoiets wilt spreken, dat je beter het hele Kapitel kunt nemen in plaats Ja, vind van ik ook. Vind ik ook. Ben ik met je eens. iets uit de bestemming te halen, weet je. Ik vind, men moet die dingen altijd in context zien. Want da zijn dingen, die je later in Matthäus 6 leest, die dan doch weer Betrekking hebben op iets, wat davor was. Dus wij kunnen dat doen, of we kunnen Rulers of Evil doen. Voor mij is allebei even goed. Ik praat over allebei dingen Oké, graag. als je het aan mij vraagt, wil ik Matthäus 6 doen. Ja, dan doen we Matthäus 6, Perry. Ik heb hem al klaarstaan. Ik heb de King James hier voor mij liggen. Ik lees niet van de online version, maar ik lees van mijn boek dat ik hier heb. En als je daarmee akkoord gaat, dan zou ik het lezen overnemen. En jij kunt mij onderbreken Ja, als je en dat het commentaar. ik heb mijn Bijbel hier ook. Ik De had welke ook een. gebruikte jij? Dat is de. Ik zal even kijken. Even kijken, wat is dit? Dit is een Nederlandse Bijbel in ieder geval. En die Die heb ik is. niet in huis. Nee, dat hoeft toch helemaal niet. Nee, ik zal niet weten welke ik daar moet gaan pakken. Dit is de Huisbijbel in NBG-vertaling van 1951. En het is in 1951 genoteerd door het Nederlands Bijbelgenootschap te Haarlem. Nou, dat is het. Het is een mooi boek. Het is echt een hele mooie uitvoering. Mooie dunne bladzijden. Heb je ook nodig bij de Bijbel, hè? Ja, mijn Maar King de. James is ook zo, hè. Die heeft ja 1600 bladzijden of zoiets. En uiteraard, als die bladzijden heel dun zijn, dan lukt dat nogal makkelijk. Als die dikker zijn, dan is dat wat moeilijker. En de mijne is een King James Red Letter Bible. Dat wil zeggen dat alles, wat Jezus in deze Bijbel zegt, in rood geschreven is. Oh, dat is een goeie. Ja, nu in Matthäus 6 hebt u dat niet echt nodig, want da spricht niemand anders, da spricht allein Jesus von Beginn tot Ende. Maar da sind uiteraard mehr, dann genug andere Kapitel in die andere Bücher, wo Jesus mal hier und da Dinge sagt, und dann ist das altijd interessant, um das in Rot zu können gaan sehen und zu können gaan lesen. Dus Heel mooi, ja. ich soll vorstellen, als das für jou gut ist, dass ich beginne. Met lezen. Als ik een commentaar heb, zal ik die zelf wel plaatsen. En als ik geen commentaar heb, lees ik door totdat jij mij onderbreekt. Als jij misschien een commentaar hebt of een En vraag hebt. gij gaat het in het Engels oplezen, of wat? En Ja, dan natuurlijk. lees En de le King James, ja, ja. precies ja. En ik lees het daarna in het Nederlands. Ah ja, oké. Dan kunnen we Kunnen dat dus wij co bijvoorbeeld. controleren of mijn Bijbelvertaling klopt? Ja, oké. Dan kunnen we natuurlijk ook vers per vers doen als je dat liever Ja, hebt. graag, graag. Ja, in plaats van dat ik alles in één keer lees. Aan de andere kant vind ik het ook al eens een keer interessant om, als je zo'n Bijbelstudie doet, om eens een keer dat hele kapitel in één keer door te lezen, zonder een of andere onderbreking om daarin te komen. En dan achteraf, ik weet niet hoeveel tijd dat je hebt, voor mij is het goed om dat ook te doen. Dat ik het één Ik keer heb tijd, compleet ik heb tijd. lees. Ik heb om 10:30 kan ik gebeld worden, dus we hebben 1,5 uur. Ja, oké. Dus als jij zegt van ja, dat is goed, lees het ene keer volledig door.
Dan zou ik dat anders graag eens een keer doen om ons Heel te proeven. Matthäus 6 dus. Wacht even hoor. Heel Matthäus 6, ja. Oké, dan zal ik eens lezen van de Authorized Version King James Bible van 1611. Even controleren. Dus 2 pagina's bij mij hoor. Nou goed, gaan we beginnen. Ja, bij mij ook. Zoiets van 2 volledige pagina's, ja. Kom maar, kom maar. Take heed that ye do not... Wacht, ik kan nog een keer beginnen. Take heed that ye do not your arms before men, to be seen of them, otherwise ye have no reward of your Father which is in heaven. Therefore, when thou doest thine arms, do not sound a trumpet before thee, as the hypocrites do in the synagogues and in the streets, that they may have glory of men. Verily I say unto you, they have their reward. Yep. But when thou doest alms, let not thy left hand know what thy right hand doeth, that thine alms may be in secret, and thy Father, which seeth in secret himself, shall reward thee openly. And when thou prayest, thou shalt not be as the hypocrites are. For they love to pray standing in the synagogues and in the corners of the streets, that they may be seen of men. Verily I say unto you, they have their reward. But thou, when thou prayest, enter into thy closet. And when thou hast shut thy door, pray to thy Father which is in secret. And thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. But when ye pray, use not vain repetitions, as the heathen do. For they think that they shall be heard for their much speaking. Yep. Be not ye therefore like unto them, for your Father knoweth what things ye have need of, before ye ask him. After this manner therefore pray ye, Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, in earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our debts, as we forgive our debtors. And lead us not into temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom, and the power, and the glory, forever. Amen. Yep. For if ye forgive men their trespasses, your heavenly Father will also forgive you. But if ye forgive not men their trespasses, neither will your Father forgive your trespasses. Yep. Moreover, when ye fast, be not as the hypocrites of a sad countenance, for they disfigure their faces, that they may appear unto men to fast. Verily, I say unto you, they have their reward. Yep. But thou, when thou fastest, anoint thine head, and wash thy face, that thou appear not unto men to fast, but unto thy Father, which is in secret. And thy Father, which seeth in secret, shall reward thee openly. Lay not up for yourselves treasures upon earth, where moth and rust doth corrupt, and where thieves break through and steal. But lay up for yourselves treasures in heaven, where neither moth nor rust doth corrupt, and where thieves do not break through nor steal. For where your treasure is, there will your heart be also. Yep. The light of the body is the eye. If therefore thine eye be single, thy whole body shall be full of light. But if thine eye be evil, thine whole body shall be full of darkness. If therefore the light that is in thee be darkness, how great is that darkness? No man can serve two masters. For either he will hate the one and love the other, or else he will hold to the one and despise the other. He cannot serve God and mammon. Exact. Therefore I say unto you, take not thought of your life what ye shall eat, or what ye shall drink, nor nor yet for your body what ye shall put on. Is not the life more than meat, and the body more than raiment? Behold the fowls of the air, for they sow not, neither do they reap, nor gather into barns. Yet your heavenly Father feedeth them. Are ye not much better than they? Which of you, by taking thought, can add 1 cubit unto his stature? And why take ye thought for raiment? Consider the lilies in the field, how they grow. Yeah. They toil not, neither do they spin. Yep. And yet I say unto you, that even Solomon, in all his glory,
even Solomon was not arrayed like one of these. Wherefore, if God so clothe the grass of the field, which today is and tomorrow is cast into the oven, shall he not much more clothe you, O ye of little faith? Therefore take no thought, saying, what shall we eat? What shall we drink? Or wherewithal shall we be clothed? For after all these things do the Gentiles seek. For your heavenly Father knoweth that ye have need of all these things. But seek ye first the kingdom of God and his righteousness, and all these things shall be added unto you. Take therefore no thought for the morrow, for the morrow shall take thought for the things of itself. Sufficient unto the day is the evil thereof. Dat brengt je een beetje in de stemming. Elke dag, ja. Dit is de laatste. Zal ik hem nou in het Nederlands voorlezen? Oh, alstublieft, natuurlijk, graag. Ziet toe dat gij uw gerechtigheid niet doet voor de mensen om door hen opgemerkt te worden. Want daar hebt gij geen loon bij uw Vader die in de hemelen is. Wanneer gij dan aalmoezen geeft, laat het niet voor u uitbazuinen, zoals de huichelaars doen in de synagogen en op de straten, om door de mensen geroemd te worden. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar laat, als gij aalmoezen geeft, uw linkerhand niet weten wat uw rechterhand doet, opdat uw aalmoes in het verborgene zij. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. Het bidden. En wanneer gij bidt, zult gij niet zijn als de huichelaars, want zij staan gaarne in de synagogen en op de hoeken der pleinen te bidden, om zich aan de mensen te vertonen. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, wanneer gij bidt, ga in uw binnenkamer. Sluit uw deur en bid tot de Vader in het verborgene. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden. En gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden, zoals de heidenen. Want zij menen door een veelheid van woorden verhoord te zullen worden. Wordt hun dan niet gelijk, want God, uw Vader, weet wat gij van noden hebt, eer gij hem bidt, dan als dus. En dan komt hij, hè? Onze Vader die in de hemelen zijt, uw naam worden geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel alzo ook op aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood en vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaren. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want uwer is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid in der eeuwigheid. Amen. Gaat hij weer door. Want indien gij de mensen hun overtredingen vergeeft, zal uw hemelse Vader u ook u vergeven. Maar indien gij de mensen niet vergeeft, zal ook uw Vader uw overtredingen niet vergeven. De volgende, het vasten. En wanneer gij vast, toont dan niet, zoals de huichelaars, een somber gelaat. Want zij maken hun aangezicht ontoonbaar om zich aan de mensen te vertonen en wanneer zij vasten. Voorwaar, ik zeg u, zij hebben hun loon reeds. Maar gij, zalf uw hoofd als gij vast en was uw gelaat om niet bij uw vasten aan de mensen te vertonen, maar aan uw Vader die in het verborgene is. En uw Vader, die in het verborgene ziet, zal het u vergelden.
Volgende. De ware schat. Verzamelt u geen schatten op aarde, waar mot en roest ze ontoonbaar maakt en waar dieven inbreken en stelen. Maar verzamelt uw schatten in de hemel, waar nog mot, nog roest ze ontoonbaar maakt en waar geen dieven inbreken of stelen. Want waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. De lamp van het lichaam is het oog. De lamp van het lichaam is het oog. Indien dan uw oog zuiver is, zal geheel uw lichaam verlicht zijn. Maar indien uw oog slecht is, zal geheel uw lichaam duister zijn. Indien nu wat licht in u is, duisternis is, hoe groot is dan de duisternis? Niemand kan twee heren dienen, want hij zal of de ene haten en de andere liefhebben, of zich aan de een of zich aan de ene hechten en de andere minachten. Gij kunt niet God dienen en Mammon. Bezorgdheid, de volgende. Daarom zeg ik u, wees niet bezorgd over uw leven, wat gij zult eten of drinken of over uw lichaam waarmede gij het zult kleden. Is het leven niet meer dan het voedsel en het lichaam meer dan de kleding? Ziet naar de vogelen des hemels. Zij zaaien niet en maaien niet en brengen niet bijeen in schuren. En toch voedt uw hemelse Vader die. Gaat gij ze niet verre te boven? Wie van u kan door bezorgd zijn één el aan zijn lengte toevoegen? En wat zijt gij bezorgd over kleding? Let op de leliën des velds, hoe zij groeien. Zij arbeiden niet, zij spinnen niet. En ik is mijn hoofdletter, Gesselse. En ik zeg u dat zelfs Salomo in al zijn heerlijkheid niet bekleed was als een van deze. Indien nu God het gras des velds dat er heden is en morgen in de oven geworpen wordt zo bekleed, zal hij u niet veel meer kleden. Kleingelovige, maakt u dan niet bezorgd, zeggende, wat zullen wij eten, wat zullen wij drinken, of waarmede zullen wij ons kleden? Want naar al deze dingen gaat het zoeken der heidenen uit. Want uw hemelse Vader weet dat gij dit alles behoeft. Maar zoekt eerst zijn koninkrijk en zijn gerechtigheid, en dit alles zal u bovendien geschonken worden. Maakt u dan niet bezorgd tegen de dag van morgen. Want de dag van morgen zal zijn eigen zorgen hebben. Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad. Was hem helemaal? Ja, dat was hem helemaal. Is toch gewoon, en dat is gewoon gelijk aan de King James. Dat is niet echt... Daar is één groot verschil en ja, dat is in alle Bijbels zo. Dat is in vers 10. Ja, ik ga met je meelezen. Thy kingdom come. Aha. Thy will be done in earth as it is in heaven. Ja. En wat leesde jij? Uw koninkrijk komen. Uw wil geschieden. Gelijk in de hemel. Alzo ook op de aarde. Dus jouw Bijbel draait het om. Oh, de King James had het anders achter. Oké. Okay. Thy will be done in earth as it is in heaven. Oh, dat is omgedraaid. Dat is omgedraaid. Ah. Ja. Belangrijk, belangrijk. Nu zou men daar urenlang over te kunnen discussiëren waar nee, dat nee, is. Nee, dat gaat mij helemaal niet om.
Maar nee, ik vind als In je zo'n Earth, ja. Bijbeltekst aan het lezen bent, dan moet je dat natuurlijk ook hier en daar eens een keer bespreken. Daar is ja het interessante daarbij. Ja, eerst en vooral vind ik het interessant dat we hierbij opmerken dat heel die tijd Jezus aan het praten is. Ja? Dus we hebben hier een kapitel van 34 verzen, maar we moeten eventjes een keer onderhouden dat de indeling van de verschillende verzen en zelfs de verschillende boeken alleen maar achteraf gebeurd is. Ja? Dus de kapitels en de verzen achteraf. Die boeken, die bestonden zo. Maar het werd later in verschillende kapitels en verzen opgedeeld. Voor het gemak van de mensen. Zo is de Bijbel niet ontstaan. Dat die mensen dat eerst al eens een keer gaan weten. En er zijn heel veel dingen die aangetrokken worden om de Bijbel in de taal van de mens van vandaag te kunnen gaan vertalen. Ik heb daar juist nog gisteren of eergisteren een discussie mee gehad op het internet met christmasisalie.com, een videokanaal die je waarschijnlijk kent van YouTube. Denk het, ja, denk het. Ja, die heeft weer een part 12 uitgebracht van zijn Antichrist for Dummies series. Oh ja, die zag ik staan, ja. Ja, en ik heb daarmee een discussie gehad omdat hij op een bepaald ogenblik de Septuagint aanhaalde. De Septuagint is voor die mensen die het niet weten een vertaling van het Oude Testament naar het Grieks. En wel, daar moet iedereen zijn eigen navorsingen over doen, maar ik was dus niet daarmee akkoord dat hij die anders zich altijd aan die King James Bijbel houdt, de Septuagint in zijn video in één keer mee opbracht. Dan gaat het over de vertalingen. En wat wij juist gedaan hebben, is één keer de Engelse versie lezen, die gebaseerd is op de King James versie, die gebaseerd is op de Textus Receptus, die Majority Text, ja, de Hoofdtext, die beschikbaar is, van het Oude Testament in Hebreeuws en van het Nieuwe Testament in het Griek. En de Septuagint is dus een vertaling van het Oude Hebreeuwse, Oude Testament naar het Grieks. Maar ik zeg het, iedereen moet daar zelf zijn navorsingen over aanstellen, wat hij daarvan denkt. Ik weet wat ik daarvan vind. Ik heb mijn navorsingen gedaan. En den punt is, als je dan eens een keer ziet dat jij nu een Nederlandstalige Bijbel in de handen houdt, die hetzelfde heeft als veel van mijn Duitse Bijbels, dat je dus in Matthäus kapitel 6, vers 10 in de King James staat eerst: jouw wil zou gedaan worden in de aarde, zo als het is in de hemel. En bij jou staat het juist omgekeerd. Wat nu de betekenis daarvan is, dat dat omgekeerd is. Dat laat ik aan iedereen zelf, zodat die mensen dan een keer zelf over Ja, nadenken. is goed. Die Maar vraag die men oké, ik vind het goed. Ik snap je kritiek. Zich moet stellen, Perry, is: waarom doen ze dat? Dat ze het omdraaien, bedoel je? Ja, waarom doen ze de Bijbel corromperen op zo een manier hier en daar? Ja, misschien. Omdat je op den duur, iets anders daarmee bereikt. Namelijk van, ja, God heeft God het nu zo gezegd of heeft God het nu zo gezegd? Ja, laten we Als beginnen. je. Nou, maar laten we beginnen bij 9, vers En 9. dat was nog Ja, was nog gewoon, een andere punt. leg het gewoon Dat was uit. nog een andere punt die ik wilde maken in Ja? verband met jouw vertaling. Dus Ja. geen fout, maar Nee. toch iets wat mij opviel Oh als je gelezen hebt. ja. Ja? Je hebt altijd gelezen, gelijk in vers 6, de laatste zin: en jouw vader, die het in geheim ziet, zal je belonen. Hebt jij gezegd, ja? Maar de King James zegt elke keer: zal je openlijk belonen. Openbaar. In het openbaar. Wat jij, ja, de King James leest: and thy father which seeth in secret shall reward thee openly. En dat vind ik nu een heel belangrijke uitlating. Want dat is Ja, elke keer als dit hele geschreven goeie, hele staat, goeie. heb je dat weggelaten. Dus staat het in jouw vertalingen niet in. Nee, klopt. Ja, maar goed, wat is de bedoeling daarvan? Dat wil zeggen van, Christus heeft ons geleerd, en natuurlijk de Joden en Israëlieten wisten dat al in het Oude Testament, dat God wil aanbeden worden in waarheid en
eerlijkheid en in de spirit, in de geest. Ja? En het de Lord's Prayer, zoals ik het noem, ik weet niet, hoe noemt dat weer in het Nederlands? Het Vader Onze, onze Vader. Onze Vader, ja. Het Pater Onze Vader. Noster, op zijn Latijn, ja. Pater Noster, onze Vader. Ja, oké, okay, maar Latijnse woorden komen van Rome en daar ben ik dus niet mee opgezadeld. Nee, ik ook dus, niet. Maar ik kan het wel. Ja, ja, oké, okay, ik weet ook wat Pater Noster is en ik gebruik hier en daar ook eens een keer Latijnse woorden, maar elke keer als we Latijnse woorden gebruiken, gebruiken we de dode taal van de Antichrist. Absoluut, absoluut, absoluut. En dat is absoluut niet, niet biblisch. Maar dus in deze kleine ingebouwde gebed, dat de mensen aangeraden wordt om te bidden, dat is ja naar de motto van, als je niet weet wat zeggen, dan zeg dit. Ja? Ja. Uiteindelijk, je moet, waar het op neerkomt is, je moet je gebeden naar je vader moet je niet voorbereiden, want je vader weet sowieso al wat je wil zeggen, nog voordat je het zelf denkt. Ja, daar, dat vind ik een goede uitspraak. Daar gaat het dan feit om. Dat is ja ook hier zo gezegd. Ja, in vers 8. Ja. Be ye not therefore like unto them, for your father knoweth what things ye have need of before ye ask him. Ja, ja. Je vader weet wat je nodig hebt. Je vader weet waarover je gaat bidden. Wat je van hem gaat vragen. Nog bevor dat je het hem vraagt. Ja. Want hij weet alle dingen. Hij weet het einde voor het begin. Yes, ja? Yes. Oké. Okay. Maar dus, ik vind het heel belangrijk dat de eerste deel van dit kapitel daarover gaat, dat we dus niet gelijk de heiden en niet gelijk de fariseers en de schriftgeleerden van in de tijd van Jezus Christus ons op een openbare marktplaats moeten stellen met een gramig gezicht van oh, we zijn aan het vasten, we lijden, want we eten niet. Of we gaan luid bidden. Ja? Kende jij deze video's op YouTube van de charismatische en de ecumenische beweging, waar dat ze zich daar in de zaal stellen voor 5, 6, 7, 8, 9, 10, 20.000 mensen en dan bidden, oh vader, bla 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 bla, dat zij daar hun gebed beginnen en iedereen valt daarmee in, bij wijze van spreken, deze openbare gebeden. Ja. Telkens als ik zoiets zie, dan schakel ik weg, hè? Of ja, ik schakel af, ik kijk gewoon mij niet meer, hè? Interesseert mij niet. Ook, door jou. Je hebt hetzelfde van Walter Feist, Bill Hughes en andere mensen. Ja. Die doen dat ook altijd in hun voordrachten die ze houden. Van, oh, laat ons onze hoofd gaan neigen voor te bidden naar onze Heer. Als ik naar mijn vader wil gaan bidden, dan doe ik dat in mijn kast gelijk dat Jezus hier in Matthäus 6 zegt. Absoluut. Ja, dat is het punt. Dus de eerste deel van dit kapitel gaat erover dat ik er niet meer moet uitkomen van, kijk wat voor een toffe ik ben. Ik bid, ik vast, ik doe dit, ik doe dat. En jullie moeten me allemaal zien hoe dat ik dat doe. Nee, dat is niet gelijk dat je dat doet. Dat is gelijk de heiden dat doen. Daarom vind ik het heel belangrijk en spijtig dat jouw Bijbel dus dat vertalingsstuk weglaat. Dat als je dus de Vader, zoals hij zegt, in waarheid en in geheim aanbidt, dat hij u daarvoor openlijk zou betalen. Openlijk. En, die ontbreekt hier. En dat wordt in mijn Nederlandse Bijbel staat dat woord openlijk niet. In vers 6 en in al die andere versen waar dat daarin komt, het was op 4 of 5 verschillende plaatsen, telkens ontbreekt het openly. Ja. Telkens ontbreekt het. En dat is maar één van de redenen waarom dat ik de King James only, dus alleen de King James gebruik. Omdat je moet ergens een keer een lijn trekken, weet je? Ja, ja. Anders ga je compromis sluiten. Compromissen. Ja. Ja, ja. En de waarheid sluit geen compromissen, want daar is maar één waarheid. Aha. Als de waarheid een compromis zal sluiten met iets wat niet de waarheid is, dan is het niet meer de waarheid. Aha. En dat is waarmee we te vechten hebben in ons leven hier. Hè? Ja. Dat we altijd maar compromissen moeten gaan sluiten. Waarom? Omdat ons leven hier allemaal opgebouwd is op een leugen. Ja. En als jij kinderen hebt, en ik weet dat jij een dochter hebt, Perry, dan leer je die kinderen van begin af aan één ding. Niet liegen. Want een leugen zorgt daar alleen maar voor dat je de volgende leugen moet verzinnen. Ja. Lying begets lying, zeggen ze in Engels. Ja? Okay. Omwille van dat, als ik tegen u lieg, Perry,
En je hebt op een bepaald ogenblik getwijfeld of dat het wel waar is wat dat ik zeg. Dan moet ik een andere leugen verzinnen om deze eerste leugen te ondersteunen. Ja. En ik moet een derde leugen verzinnen om de eerste twee te ondersteunen en zo verder. En zo bouw ik in feite een heel berg van leugens. Ja. Alleen maar om je daarvan af te houden om deze ene korrel van waarheid te vinden die onder de berg van leugens verborgen is. Als je dus niet begint met een leugen, maar van begin af aan die waarheid vertelt, dan hoeft je niet al die dingen te verzinnen. Mm-hmm. En dan sta je daar met een open en rein hart. Ja. Vooral, en dat is belangrijk, niet tegenover mij, niet tegenover jou, Perry, maar tegenover je vader, die in de hemel is. Ja. Want je kunt iedereen rondom u beliegen. Je kunt zelf jezelf gaan beliegen. Ja, ook dat kan maar nog. Je kunt niet de Heer in de hemel beliegen. Nee. En wil je een heel goed voorbeeld weten van mensen die zichzelf gaan beliegen? Vertel. De jezuïtische opleiding van de spirituele oefeningen is niks anders als zichzelf te gaan beliegen. Dat geloof ik ook. Zijn eigen geweten af te geven aan een andere mens, aan een hogere autoriteit. En ik bedoel met hogere autoriteit een andere menselijke autoriteit. Dat is wat de jezuïten doen in hun opleiding. Ja. Dat is zichzelf beliegen. Ja. Want in hun binnenste weten ze dat ze iets opgeven wat van hun is. Nog een keer, in hun binnenste weten ze... dat ze iets opgeven wat eigenlijk van hun is. Dat doet de waarheid. Ja. Geven die waarheid op, ze weten het. In hun binnenste weten ze. Daarom moeten ze zoveel... spirituele oefeningen en dingen gaan doen om deze waarheid af te sluiten. Weet je, Bill Cooper heeft dat al ooit eens een keer in zijn boek gezegd. Heel kort, Bill Cooper, ja. Dat gaat over Minton William Cooper. Oh. En dan kunnen de luisteraars, kijkeraars ook gewoon opzoeken. Ga maar door. Ja, die is dus vermoord geweest op 5 november 2001. Ja. Gunpowder Plot Day. Hè? Wat een toeval. Ja. Doodgeschoten van 13 kogels. Wat een toeval. Die heeft in zijn boek geschreven, Behold the Pale Horse, dat als je de waarheid, de enige korrel van waarheid, onder de berg van leugens eruit trekt, dan breekt de hele berg van leugens gewoon in één. Ja. Heeft hij in zijn boek geschreven, Behold the Pale Horse. Een van de eerste dingen die ik gelezen heb, als ik op de zoek naar de waarheid ging in de tijd. Aha. Kan ik iedereen aanraden om eens een keer te doen. Maar Bill Cooper was geen Christ. Maar dat weer een andere zaak. Maar we hebben nu dat hele kapitel doorgelezen. Ja. En dat waren de eerste dingen die mij direct in het oog sprongen van, daar is iets dat niet correct is. Ja, precies. In de vertaling. Een vertalingscontrole. Maar dan gaan we door naar... Even kijken hoor, dus vers 10. Nee, ja. Dan laten we doorgaan bij nummer 7. Als je bidt, even kijken hoor. Hier staat in het Nederlands. En gebruik bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Geen wat? Kin? Gebruikt bij uw bidden geen omhaal van woorden zoals de heidenen. Een omhaal is luidruchtig taalgebruik. Ja, en omhaal in Engels, van woorden. In Engels spreken ze van vain repetitions. Vain, ja. Ja, maar repetitions. Repetitions zijn herhalingen. Ja. En dit is heel belangrijk. Weer een punt dat het bij jou niet bijstaat. Een heel belangrijke uitlating. Want deze herhalingen geven direct aan dat de rozenkrans, ja, de beads, daar wou ik net over beginnen. De rosary die men bidt, dat bestaat uit constante herhalingen. Ja. De rozenkrans van Maria bestaat uit zoveel gebeden naar dit en naar dat en naar dat en naar Jezus niet ene keer. Mm-hmm. Maar dat zijn allemaal herhalingen. Onze lieve vrouw Maria komen. Onze lieve vrouw Maria komen. Onze lieve vrouw Maria komen. 3, 4, 5, 6, 7, 8 keer moet je dat herhalen. Even een flauwe grap. Ik ken hem uit mijn hoofd.
Ja, ik niet. Ja. Ik ben ook gelukkig dat ik hem niet ken en ik hem ook nog niet van buiten willen leren. Nee, oké, okay, maar ik heb heel veel vriendinnen gehad uit Brabant, dat is katholiek hier, hè? Maar zo heb ik het geleerd, van, het is bijna te gek voor woorden, maar het luidt als volgt. Heilige Maria, moeder van God, bid voor ons zondaars, nu en tot in het uur van onze dood. Amen. Dat is een Maria-ding. Ik vind het niet zo heel mooi, hoor. Het Onze Vader vind ik wel mooi. Hoe het ook maar is. Maar we gaan door. Pak hem even op. Wil je de volgende pakken? Ik dacht dat we van begin af aan begonnen bij vers 1, als we het gingen analyseren. Ja, gooi, dan ga ik even terug. Ja. Nou ja, we waren daar in feite al. We pakken hem gewoon op, we hebben nog wat tijd, kom op. Ja, we waren daar in feite al, dus ik kan eerder verder gaan naar 8, ja. Dus wat belangrijk is te onthouden, ook voor onze toeschouwers of luisteraars, is. Deze punt die Jezus hier aanhaalt, is van het zijn niet de herhalingen die ervoor zorgen dat waarvoor je vraagt ook in vervulling komt. Het is niet omwille van dat je in het openbaar voor iedereen zichtbaar die dingen vraagt, dat je het daarom krijgt om wat je vraagt. Maar het is in het tegendeel dat je ene keer vraagt en dat je het in geheim vraagt, waar niemand daar naartoe luistert, dat je daar achteraf niet meer kan brusten. Ja. Dat is gelijk op een andere plaats in de Bijbel, waar dat daarin staat van because through faith you are saved. Yep. Through grace. Ja. And this is the gift of God, not lest that any man should boast. Klopt. Ja? Als ik bij wijze van spreken in zo'n kerkgemeenschap sta, gelijk je hebt diese megakerken van Amerika, waar dat duizenden mensen tegelijk zijn, en dan heb je daar onderaan zo'n pastoor staan, gelijk Joel Osteen of zo, die dann da so ein Gebet ansprechen ist, und bei Weise von Spreke, das Gebet soll direkt verfüllt worden, da gab es nie Gebühren, ne? Klopt. Um das Jesus deutlich sagt, von ob die Manier gar nicht gebeten nie verfüllt worden. Nee. Als je wilt, dat je krijgt, waar je om vraagt, dann doe je dat op die Manier gelijk ik u zeg. Doe het in geheim, spreek met uw vader. En daarom is dat zo belangrijk, wat de Romeins-Katholieke Kerk absoluut ons verwijt, dat niet mag. Ja. De persoonlijke relatie met onze God. En mag ik dan ook in dit geval, eventjes tussendoor, maar die Mohammedanen, die gaan dus gewoon bidden en leggen hele straten dicht. Serieus, hè? Dat doen ze in Parijs of zo. Dan gaan ze met z'n 500 of zo. Dan gaan ze bidden. En dan kan niemand erdoor, want ze zijn aan het bidden. Nou, dit gaat dus helemaal niet. Maar even dan terug naar vers 1, want die vond ik ook heel mooi. Het gaat over aalmoezen. En een alms, hè? Een alm. Een aalmoes. Ja. Dat betekent een gift. Dus ja. Je hebt een dakloze en die geef je wat, hè? Ja. Ja, dat mag best. Maar je mag niet gezien worden dat je die geeft. Dus je mag het doen, maar niet ten aanschouwen van iedereen. En dan denk ik gelijk aan Bill Gates met zijn Melinda Bill Dinges Foundation van ik ga alle kinderen in Afrika helpen. Van al mijn geld wat ik gestolen heb van jullie met mijn K-software. En dan openbaar gaan zeggen van kijk eens wat ik goed ben. Dat is niet. Dat kan helemaal niet. Wat denk je wel niet? Wat denkt zo'n Bill Gates wel niet? Dat hij met zijn geld. Met zijn geld? Je haalt nu Bill Gates aan. Ja, dat is toch een. Probeer maar gewoon. Een muntje. Ga maar. Perry, denk toch gewoon een klein beetje verder. Alles wat in deze wereld aan charity, aan weldadigheidsorganisaties en evenementen plaatsvindt, is toch exact hetzelfde. Crack. Denk toch bijvoorbeeld een keer aan dat Al Smith Memorial Dinner. Weet je nog, die video die ik gemaakt heb? They are laughing at you.
Donald Trump en Hillary Clinton. Ja. Rechts en links van Timothy Cardinal Edward Egan. Ja, de Amerikaanse paus. Ik ben zo blij dat ik hem niet ben, hè. Maar goed, gaan we door. Ja. Die op dus een weldadigheidsdiner waren ter ere van die L. Smith. Ja. En wat hebt die nog allemaal aan weldadigheid? De wereld is vol van weldadigheid. Ja. En alle weldadigheidsorganisaties waar de mensen aan geven, dat is allemaal van Rome. Het Rode Kruis, Artsen zonder Grenzen, ja. Terre des Hommes. Al die organisaties kunt u allemaal in de pijp roken. Kunnen allemaal in de vuilbak doen. Ja. Dat geld wat je daaraan geeft gaat naar die organisatie om zichzelf te gaan steunen. En van die mensen daar komt ter plaatse, komt niet echt iets aan. Denk nog eens een keer terug, een kleine 11 jaar geleden hadden we die grote tsunami daar in Thailand. Oh ja. Dat heeft toen miljarden opgebracht, wat die mensen gegeven hebben. Een goede vriend van mij heeft enkele duizend euro gestort. Oh ja? Ja. Wat jammer dat u die niet aan jou hebt gegeven. Wat jammer dat u die niet aan iets gegeven heeft die dat echt nodig had. Ja. Kijk, als je een almoes wilt geven, dan geef je dat rechtstreeks aan die persoon die het nodig heeft. En niet aan een of andere organisatie. En vooral, dus als ik weet dat iemand nood heeft, dan geef ik die dat. Ik zal je een keer een voorbeeld vertellen. Vertel. Ik heb iemand die is op mijn kanaal geabonneerd sinds enkele tijd. Die komt uit Zwitserland. En die heeft mij een brief gestuurd met een goudmunt daarin. Een 20 Zwitserse franken goudmunt. Zo. Van 1947. Ah. En als je die op het internet nakijkt, dan is die niet 20 Zwitserse franken waard, dan is die 205 euro waard. Mooi zo. En die heeft mij dat gestuurd om te zeggen van, kijk, if the shit hits the fan, here's something for you. Kijk, dat noem ik menselijkheid. Dat noem ik weldadigheid. Die weet dat ik nood heb en die stuurt mij dat. En die heeft dat gestuurd in een brief zonder afzender. Ook dat nog. Er stond geen naam bij, er stond geen afzender bij, er stond geen naam, geen bericht, niks bij. Ik weet dat hij dat gestuurd heeft, omdat ik wist van waar die munt kwam. Want ik heb die brief, die postzegels gezien. En ik ken niet zoveel mensen uit Zwitserland. Dus ik wist dat hij dat was. Maar die heeft het dus exact op die manier gedaan, gelijk dat Jezus hier zegt. Ja. Exact. En dat is geven aan iemand die behoefte heeft. Ja. En niets daarvoor terugvragen. Dat lijkt mij nogal wieders, op zijn Nederlands gezegd. Ja. Lijkt mij klaar, op zijn Duits. Maar de mensen doen dat niet, Perry. Ze geven alleen als ze daar iets voor terugkrijgen. En daarom is zo belangrijk dat we eventjes opmerken dat onder andere in vers 4 en in vers 6 in de Nederlandse versie dat de Heere, de Vader in de hemel ons zou belonen openlijk. Je vraagt in het verborgen, maar je loon zal openlijk zijn. En dat vind ik toch een belangrijke uitlating. Heel goed. Ja, heel mooi. Nu in vers 9, daar zijn we denk ik ondertussen. Hè? Oh. Gaat het verder. Na deze manier bid dus. Onze Vader, die je bent in de hemel, geheiligd, wees jouw naam. Ja. Hier wil vertaal ik dat zojuist hiervan. Ja. Hier wil ik bij stilstaan. Ik lees hem even in het Nederlands voor. Onze Vader, die in de hemelen zijt, uw naam worde geheiligd. Wat ik daarvan begrijp, is dat de naam van onze Vader, die is heilig. En die spreek je niet uit. Daarom heet hij onze Vader. Nu mag jij. Ja.
En nog een ander aspect hierbij. Geheiligd wees jouw naam, of hoe hebt u dat gezegd? Uw naam worde geheiligd. Uw naam worde geheiligd, oké. Okay. Laat ons eventjes een keer naar het Oude Testament gaan. Het tweede boek van Mose, Exodus kapitel 20. En daar lezen we in het derde gebod, zoals dat noemt, wacht, hè. Neem je tijd. Ik ga even de king. Ik pak nou even de volgende bij. Dan... Exodus 20. Vers 7. Yep. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Even kijken, welk vers was het? 7. Okay. Ja, Exodus 20, 7. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain. For the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. Dat kan ik ook bij gaan pakken. Maar dat mag ook helemaal niet. En we lezen... Even off the record, hè. Maar die Arabische uitspraak van Allahu Akbar, hè. Mm-hmm. Ik vind het een belediging. Ja, maar als je Allah beledigt, speelt dat geen rol, want dat is toch geen God. In die zin, kijk, in het Arabisch is Allah. Dat is het alles. Dat is het allergrootste. En dat je dan zegt Allahu Akbar, dat betekent God is groot. Het is een regelrechte belediging. Hoe durf je God iets te noemen? Ja, maar dat is wat ik vind. God... Dat is mijn persoonlijke mening. Hè? Ja, oké. Okay. Je mocht je eigen persoonlijke mening hebben. Ik ga er alleen toevoegen van welke God spreek je daarmee aan? Ja, er is maar één God. Ja, maar je spreekt niet de God van de Bijbel aan. Nee. Ah, voilà. Wij spreken hier over de God van de Bijbel. Wat de heiden zeggen, interesseert me geen bal. Zijn die heiden boeddhisten, hindoeïsten, shamanen, moslims, katholieken, dat speelt voor mij geen rol. Het zijn allemaal heiden. Ja. Ik spreek over de God van de Bijbel. Ik spreek over de God die deze wereld geschapen heeft. Goed dat jij dat zegt. Ja? Elke andere, tussen aanhalingstekens, God, is geen God. Want er is maar één God. Ja. De Israëlieten hebben het al gezegd in het Oude Testament. Our Lord God is one God. Er is maar één. Alle anderen zijn idolen. Dat kan toch ook niet alles? Alle anderen zijn idolen. Het is heel simpel. Ik heb het hier in Skype geschreven een tijdje geleden. For all the gods of the people are idols. But the Lord made the heavens. Yep. 1 Chronicles 16, 26. Da kunt het nalezen. Hm. Ja? Dus al die andere goden die je adresseert zijn geen goden. Als Satan aanbid wordt, als Lucifer aangebeden wordt, is geen God. Hij is zelf een geschapen wezen. Ja. Hij verheft zichzelf tot God, of zelfs over God, omwille van dat de mensen zo dom zijn om dat te geloven, maar hij is geen God. En hij kan niks creëren, alleen God kan iets creëren. Absoluut. Satan heeft nooit iets gecreëerd. Satan heeft alleen maar kapot gemaakt, want hij is de grote... Ja, Destroyer zeggen ze in Engels. Hoe zeg je dat in Vlaams? Zerstörer. Ja, Verstörer, ja. Ja, ik weet niet hoe het Perdition, vernietiging. Ja, Son of Perdition, ja. Hij is de zoon van de vernietiging, ja. Maar dus, kijk, de vers 7 in Exodus. Thou shalt not take the name of the Lord thy God in vain, for the Lord will not hold him guiltless that taketh his name in vain. En we lezen in Matthäus... Kapitel 6, vers 9, vers 10, vers 9 was de. Mm-hmm. Our Father which art in heaven, hallowed be thy name. Hallowed. Heilig gemaakt worden jouw name. Niet misbruiken. Misbruik niet de naam van de Heer. Maar... Dat ben ik totaal. Dus dit is goed.
Dus, onze Vader die in de hemel is, heilig is uw naam. Of geheiligd. Even kijken hoor. Uw naam worden geheiligd. Je mag de naam van de Heer. Onze Vader heeft geen naam. Daarom heet hij ook onze Vader. Ja. Je moet niet verder gaan dan dat. Op het moment dat je. En op zijn Arabisch. Dat woord, de term G-O-D, God. Hè, in het Arabisch is dat echt letterlijk Allah. Ja, en je hebt daar kunnen die mensen ook niks aan doen, want ze spreken Arabisch. Ja, je hebt ook veel mensen die komen af met, jij moet de Heer adresseren als Yahweh, en je moet Jezus adresseren als Yeshua of Yahushua, of al die dingen. Weet je wat ik tegen jou ga zeggen dan, als je tegen mij zo spreekt? Mm-hmm. Toon mij die woorden in de King James. Ja. In de King James zijn de namen van God en Jezus zo uitgedrukt dat ik als eigenlijk horende bij het volk van de heiden, want niks anders ben ik, het kan verstaan. Mm-hmm. Ik moet niet beginnen met Yehoshua en Yeshua en weet ik van wat te zeggen. Als ik nu Hebreeuws was opgevoed, dan zal ik dat misschien zeggen, dan is dat mijn moedertaal. Mm-hmm. Maar dat is niet zo. Mm-hmm. Als ik Hebreeuws was opgevoed, dan had ik een groot probleem, dan was ik wel een Jood en dan ging ik Christus niet herkennen. Ja. Dat is het grootste probleem van ze allemaal. Maar ik moet ook aan God geen namen geven. Gelijk Yahweh en weet ik weer wat allemaal. Is dat helemaal niet nodig? Dat staat er helemaal niet in. Mijn vader is mijn vader en mijn meester is Jezus Christus, zijn zoon. Ja. Punt uit. Ja, exact. Zo simpel is het. Ja. En dat probleem in onze wereld is, Perry, dat mensen alles maar willen compliceerd maken. En door het gecompliceerd te maken, maken ze zichzelf belangrijk. En juist daar gaat het kapitel hier om. Yep. Zullen we doorgaan naar vers 10? Ja, dus, dat hebben we juist gelezen. Thy kingdom come, thy will be done in heaven. Ja, precies. In mijn Nederlandse versie is dus de hemel en de aarde omgedraaid. Ja. Gelijk in de hemel. In mijn Duitse versie ook. Oké. Okay. En dus dat hier even analyseren. Thy kingdom come, thy will be done in earth as in heaven. Want it is, dat is schuin geschreven en jij hebt mij geleerd dat alles wat schuin geschreven is, dat is een toevoeging. Ja, dat is een toevoeging van de vertalers. Ja. As niet, it is, hè? Dat is toegevoegd. Hè? It is toegevoegd, ja. Ja. Dus je moet gewoon als voor het geval dat je zegt van ik laat het weg, ik begrijp het ook zo, dan wil het zeggen van thy will be done in earth as in heaven. Ja, exact. Oké, okay? Nu, hier is voor het betere verstand, it is toegevoegd, maar dat it is niet per se noodzakelijk voor iedereen om het ook daadwerkelijk zo te begrijpen. Nu zijn er mensen die zeggen van ja, maar als je ene keer die schuine woorden weglaat, moet je ze elke keer weglaten. Ja, ik ben denk ik absoluut niet meer akkoord. Want sommige dingen verklaren zich met de schuine woorden erbij, pas. Aha. En een heel goed voorbeeld daarvan is in Colossians te vinden. Daar komen we misschien ooit nog een keer op. Graag. En anders zijn die dingen soms met die woorden juist niet te verstaan, omdat ik een ander begrip daarvan heb. Maar een punt is van, in vers 10 staat er dus, thy will be done in earth as it is in heaven. Waarom is dat nu zo belangrijk? Dat er eerst aarde en dan in hemel staat. Ai, 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 ai. Omdat God zijn wil in de hemel gedaan wordt. Want in de hemel zijn alleen engelen. Aha. En onze heiligen, bij wijze van spreken, die zijn dood, die existeren momenteel niet, die slapen tot die tijd van. In de hemel spreekt niemand God tegen. Maar op de aarde wel. Hier heeft men een tegenspeler. Dus die vraag is, die ik stel aan mijn Heer, want ik bid dit na mijn Heer, jouw koninkrijk komen,
Jouw wil zou gedaan worden hier op deze aarde, zoals in de hemel. In de hemel wordt jouw wil al gedaan. Alsjeblieft, laat hem ook gedaan worden hier op deze aarde, waar ik onderworpen ben aan de prins van deze aarde. Satan. Ja. Als ik het omdraai, wat heb ik dan? Ik ga erover nadenken. Dan heb ik dat wat hier op aarde gebeurt en wil dat transfereren naar de hemel. Maar ik wil dat wat in de hemel gebeurt als Christ, ik wil dat wat in de hemel gebeurt hier op aarde hebben gebeuren. Ik wil het niet omgekeerd. Ja. Snapte? Ja. Als je dus, ja sorry, als je dus de hemel eerst noemt en dan de aarde, dan zegt je van ik wil dat wat hier op aarde gebeurt overdragen naar de hemel. De King James zegt het juist anders. Jouw wil zou hier op aarde gedaan worden. Ja, hier natuurlijk. Op aarde. Precies zo als in de hemel. Ja. Anders zegt het van, jouw wil op in de hemel zou gedaan worden, gelijk hier op de aarde. Maar hier op de aarde wordt zijn wil niet gedaan. Hier op de aarde regeert een ander ons mens. Ten dele ben ik het met je eens. We staan als ik er dat niet verdraai, ja, dat ja, is ja, subtiel, ja. Perry. Dat is subtiel. Als ik dat verdraai, dan nee, ga nee, ik gewoon ik een bedoeld, ander ching daaraan geven. Ik vind wel dat het niet heel erg slecht gaat. Ja. Ja, dan zijn we toch een keer niet eens. Hey, kom op. Heb je juist in de lotto gewonnen of wat? Ah, nee, natuurlijk niet. En dan de nummer 11. Ja, maar ik hoop voor onze luisteraars, Perry, ja. Dat ze dat even begrijpen wat ik hier gezegd heb. Het bidden dat ik doe in dit gebed, in het Onze Vader, ja. Is jouw wil zou gedaan worden hier op aarde. Precies zoals jouw wil gedaan wordt in de hemel. Ja. Zijn wil wordt gedaan in de hemel. En ik vraag erom dat zijn wil hier op aarde ook zo gedaan zou worden. Nou, lees dat van jou nog eens een keer. Dat geeft er nog een andere betekenis aan. Daar ga ik nog even over nadenken. Ik heb nu geen kritiek. Oké. En nummer 11. Geef ons heden ons dagelijks brood. Ha, ha, ha. Stop een keer. Dat kun je toch niet zomaar even overlezen en dan zeggen van, geef ons ons dagelijks brood. Ga eens naar een bakker, haal eens een stukje brood uit en heb het. Op een andere plaats in de Bijbel zegt Jezus, de mens leeft niet van brood alleen, maar van elk woord dat uitgaat uit de mond van God. Ja, natuurlijk. Dus geef ons, als ik nou de King James pak, hè, dan staat ja, give us this day our daily bread. Ja, en hier staat geef ons heden. Een heden had er eigenlijk moeten heten, geef ons vandaag. Deze dag, ja. Ons dagelijks brood. Ja, maar het gaat dus niet om dat brood dat je kunt eten. Het gaat over geef ons uw woord. Ja. Geef ons het evangelium. Geef ons uw leer. Geef ons uw wisdom, uw wijsheid. Aha. Het gaat niet over brood dat ik mijn buik kan volslagen. Ja. Jij eet trouwens. Eet jij brood dat, trouwens? Dat een hele, hele flauwe vraag, maar eet jij brood? Ja. Oké, dan gaan we door. Ja, ik eet brood. Waarom? Ik eet bijna geen koolhydraten. Ik kan er niet zo goed tegen. Mijn dochter heeft ook een koolhydratenallergie en van de dokter. Dan mag ze 2 boterhammen per dag eten. Jij weegt ook maar half zoveel als ik. Is dat zo? Oké.
Weeg je 120 kilo? En dan nummer 12. Nee. Ja, maar gaan we nog. Jij mag nu. Ik wil nog even hier bij nummer 11 blijven staan. Ik wil dat het alsjeblieft een keer bij de mensen inzinkt. Wij vragen niet om dat stukje brood, om daarmee onze buik vol te slagen. Aha. Maar wij vragen om het woord van God. Wij vragen om de wijsheid van God, om zijn begeleiding, dat hij met ons is, dagelijks. Ja, dagelijks bij ons is, ja. Want in vers 13... komt het nog eens een keer terug en wordt in feite herhaald. Laten we even eventjes een keer vers 12 uitlaten. Uh-huh. Lead us not into temptation, but deliver us from evil. Ja. Ja? Breng ons, verlos ons van het euvel. Hoe kan hij ons van het euvel verlossen? Doch alleen maar als we zijn woord kennen, als we zijn boodschap kennen. Uh-huh. Daarom is vers 11 zo belangrijk. En vers 12, and forgive us our debts as we forgive our debtors. Ik weet niet in welk boek van de Bijbel dat voorkomt, dat weet jij waarschijnlijk direct en kunt dat opzoeken. Dan kunnen we het nog een keer lezen. Maar er is een parabel van Jezus, als hij spreekt over een diener die bij zijn meester komt en zijn schuld moet betalen. En die zegt van, Heer, ik heb mijn schuld niet, ik moet zo en zo veel, maar ik heb mijn schuld niet. En de Heer... Laat hem zijn schuld betaald zijn. En stuurt hem naar huis. Uh-huh. En dan komt die diener naar huis. En die heeft ook een diener en die is hem geld schuldig. En hij zegt van, en jij moet mij nu elke laatste cent betalen die je mij verschuldigd bent. Uh-huh. En die mensen die daarom staan, die horen dat en zien dat en zeggen van, oh, we zullen naar de meester gaan en hem dan een keer vertellen wat hij hier doet. Uh-huh. Dat die bij de meester gaan en hij roept hem terug en hij zegt van, wat is er met jou? Ik laat jou alle schuld, ik verlos je van alle schuld. En jij gaat terug en jij gaat van die mens alle schuld vragen die hij u schuldig is. Uh-huh. En dan verdoemt hij hem om toch alles terug te betalen. Ah ja, omdat hij krijgt alle schuld vergeven en vraagt van die mensen die hem geld schulden wel alle schuld terug. And forgive us our debts as we forgive our debtors. Ja. Hoe kan ik verwachten dat God mij mijn schulden vergeeft als ik mijn schuldenaars niet vergeef? Ja. Nog een keer. Voor de luisteraar, zeg het nog een keer. Hoe? Hoe kan ik verwachten dat mijn Heer mij mijn schuld vergeeft als ik mijn broers en zussen hun schuld niet vergeef? Goed zo, heerlijk. En dan komt de volgende. And lead us not to temptation, but deliver us from evil. For thine is the kingdom and the power and the glory forever. Amen. Voer ons niet in verzoeking, maar bevrijd ons van het euvel. Want van jou is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid voor eeuwig. Ja. Amen. Zo kan ik dat naar het Nederlands vertalen. Ik weet niet of dat correct is. Nou, in mijn Bijbel staat ongeveer hetzelfde. Ja. En voer ons niet in verzoeking. Ja. Dat wil zeggen, met andere woorden, hoor ons en bescherm ons, of hoor mij en bescherm mij. Want als jij, mijn Vader in de hemel, mij niet beschermt, dan gaat de duivel mij verleiden. Totaal met je eens. Ik heb een boek gelezen over de maffia. Dat zijn de katholische, hè? De katholieken. En er was een, dat is voor de luisteraars, niet voor jou, hè. En er was een maffia-jongen en die was met een kogel geschoten. En die lag in een weiland. En er kwam er een politieagent, kwam langs. En die zei tegen hem van, wie heeft dat gedaan? Zal ik jou eventjes gaan helpen? En dan komt hij, zei die maffiabaas, of maffia-jongen. Ja, kijk... als ik dit overleef, ik heb een kogel gekregen, als ik dit overleef, heb ik jou niet nodig om mij te wreken.
als ik deze kogel niet overleef, dan hoop ik dat ik die man vergeven heb, zoals mijn vader mij zal vergeven. Een beetje wrange, het was een wrange anekdote, maar dat is echt gebeurd, hè? Ik heb dat boek hier over de maffia. En zo is het wel. Hoezo kan je een ander iets kwalijk nemen? Behalve dat je kan zeggen, onwetendheid is onvergeeflijk. Dat is het enige. Het is niet aan ons om te oordelen. En vooral niet de politie bellen als je in de problemen zit. Daar heb je helemaal niks mee te maken. Het is weliswaar een katholieke anekdote, maar aan de andere kant is het wel iets wat mij wat geleerd heeft. Want zo is het echt. Want ik ben ook. Jij hebt nog kritiek gehad op die uitzending die ik gedaan heb met Marco Robinson. Mm-hmm. Dat ze onze gamecontrollers hadden afgepikt. En ik echt dacht van, ja, kom op jongens, kom op. En we zijn met z'n vijven. We pakken die 23-jarige mokro's, die pakken we even beet. Dat is niet zo erg hoor. Niet heel verschrikkelijk. En ik begrijp heel goed waar dit over gaat. Natuurlijk is het maar, zo. Ja? Ga maar. Je hebt daar juist iets gezegd over van het oordelen, oké? Ik ga u direct eens een keer verwijzen naar mijn laatste Bijbelstudie die ik met Tom Fress en Brett Norman had, die mij ondertussen al heel veel geholpen heeft en die ik al een paar keer aangehaald heb. En dat ik ook nu terug ga aanhalen. Oh ja. 1 Korinther, kapitel 5. Oké, ik pak hem even bij. Ja. Even wachten hoor. Korintiërs, dat is het Nieuwe Testament. Mm-hmm. Dat is na Romeinen, het eerste boek. Ja, 1 Korintiërs, ja. Kapitel 5. Ja. Vers. Het gaat mij over vers 5. Okay. Maar om vers 5 te verstaan. Even wachten. Ik moet klikken. Ja. Dan haal ik hem in beeld, ja. Ja, ja. Maar om vers 5 te verstaan, ja, moet ik de eerste versen daarvoor lezen. Anders, ja, doe maar. Versta je die niet. It is reported commonly that there is fornication among you, and such fornication as is not so much as named among the Gentiles, that one should have his father's wife. And ye are puffed up, and have not rather mourned, that he that hath done this might be taken away from among you. For I verily, as absent in body but present in spirit, have judged already as though I were present, concerning him that has so done this deed. In the name of our Lord Jesus Christ, when ye are gathered together, and my spirit with the power of our Lord Jesus Christ, to deliver such an one unto Satan for the destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Okay. Vers 5 is het heel belangrijke daarbij. Dus iemand die tegen mij zegt van, ik mag niet veroordelen, nou die mens luister ik in de toekomst al helemaal niet meer. Ik mag dat wel. Dat is zelfs heel belangrijk. Maar ik mag daar geen executie over doen. Ja. Bij wijze van spreken, ik mag hem dan niet voor bestraffen. Ja. Want We zijn het eens. Ik weet precies waar jij naartoe gaat. Laat zijn vleeselijke zonde maar betaald worden door de destructie van het vlees op deze aarde. Dus door de koning van deze aarde, of door de god van deze aarde, Satan. Dat de geest misschien nog kan gered worden in de dag van de Heer Jezus. De dag als hij terugkomt, de dag van het oordeel. Dan zal Jezus oordelen wat met zijn ziel gebeurt. En laat zijn vlees maar over aan deze wereld. Bij wijze van spreken, verwijs hem uit uw congregatie. Banish hem. Ja? Put hem out. Als ik niet oordeel, als ik mij beschouw als een deel van het lichaam van Christus. En dat doe ik als een bijbelgelovige, Jezus volgende Christ. Ja. Dan moet ik die mensen in mijn
congregatie, zeg ik nu maar, in mijn ecclesia, in mijn communie, met die ik mij omgeef, moet die kunnen beoordelen op basis van het woord van God, want anders komt de afval erin. Absoluut. Daar heb je gelijk in. Dat is mooi. Nou, even kijken. To deliver such. Kan je die even vertalen? Vers 5 in het Nederlands. Wacht, ik heb het alweer dicht gedaan. Oh. Ja, wacht. Ik ben er direct. Ik ben er direct terug. Vers 5, hè? Ja. To deliver such an one unto Satan for destruction of the flesh, that the spirit may be saved in the day of the Lord Jesus. Ja, waarom haalde jij eens een keer je Nederlandse Bijbel daarbij en ziet eens een keer hoe die dat vertaalt? Ik heb ze toch daarbij? Ja. Om een dergelijke persoon, in feite wil het zeggen van, geef een dergelijke persoon aan Satan voor de destructie, het kapotmaken van het vlees, dat zijn geest misschien gered wordt als de dag van de Heer is aangekomen. Ja, als Jezus terugkomt en al zijn glorie, dan gaat hij judgment houden. Ne? Gerecht houden. Ja, dat komt eraan, dat weet ik ook wel. Even kijken, man. Even kijken. Vers 5. Dat is Corinthiërs. 1 Corinthiërs, kapitel 5, vers 5. Ja. Leveren wij in de naam van de Heere Jezus die man aan de Satan over tot verderf van zijn vlees, opdat zijn geest behouden worden in de dag des Heeren. Ja. Oh. Klopt dat allemaal? Ja, de zin is een beetje omgedraaid, want hij begint met het laatste en het eerste. Maar ja, dan heb je soms in Nederlands dat dingen omgedraaid worden. Hè? Ja. Voor een andere verstaanbaarheid. Even controleren. Even kijken. Leveren wij in de naam van... Ja, laat zo een persoon over aan Satan voor de vernietiging van zijn vlees. Ja. Zijn geest misschien gered wordt op de dag van de Heer Jezus. Ik heb eventjes af. Mijn kind, die was depressief, hè? Mm-hmm. Dus ik ging naar de huisarts en ik zei: ja, mijn kind is depressief, wat moet ik doen? Hè? Ja, we kwamen er snel achter dat er een probleem was met de moeder van mijn kind. Het was al binnen een uur was dat duidelijk. En toen zei die man tegen mij, was geen bijbellezer of zo, maar hij zei, de kans is groot dat zij in het ziekenhuis belandt met een terminale, oneindige ziekte of zo. En hij zei, ga niet op bezoek. Dit staat er volgens mij. Dat is eigenlijk gewoon dit vers. Wel, zij, de moeder van mijn kind, ik mop er niet over haar, ik neem er gewoon genoegen mee. Maar ze heeft hele gekke dingen gedaan. En je lichaam gaat er fucking aan. Entschuldigung voor mijn Frans. Maar je lichaam gaat eraan. Je moet gewoon lief doen, gewoon aardig doen. En als het er niet in zit, ja, dan houdt het er mee op. Dus, dat is wat ik hier, hieruit voel. Wat ik ook tegen jou de vorige keer vertelde, van als je je Bijbel leest, dan heb je je eigen interpretatie. Als je hem goed leest. Nee. Oh. Ik interpreteer de Bijbel. Je hebt geen priester nodig, toch? Ja. Ik interpreteer de Bijbel niet zelf. De Bijbel interpreteert zichzelf. De Bijbel legt zichzelf uit.
Exact. Dat is juist het probleem dat je hebt met al die pastoors en die priesters die menen dat zij de Bijbel voor u moeten uitleggen en u moeten uitleggen wat erin staat. Nee. De Bijbel, en daarom is de... Ik blijf erop drukken, hè, mannen. De King James only. Daarom is deze Bijbel zo belangrijk, want zij legt zichzelf uit. Ja. Het beste voorbeeld heb je in Revelatie 17, als het gaat over de hoer van Babylon. Die zit op 7 heuvels. Daar wordt gezegd voor wat die water staan, voor wat die heuvels staan. Ja. Ja? Het wordt allemaal uitgelegd. Dat is maar een heel simpel voorbeeld. Ja. Ja? Men zegt altijd van een vrouw staat in de Bijbel voor de kerk. Ah, wel, daar is een plaats in, ik denk, Ezekiel, waar dat uitgelegd wordt. The daughter of Zion, I make a comely woman or something like, of iets in die zin staat erin. Mm-hmm. Yeah? De Bijbel legt zichzelf uit. Ja. Ferry, dat is heel gevaarlijk om te spreken van eigen interpretaties. Wat je wel mag vertellen aan andere mensen, is dat jouw interpretatie van weet ik wel wat voor een vers, dat jouw interpretatie is. Gij zult geen valse getuigenis afleggen. Dat is ook wat ik in de voorbereiding van dit, dat hebben we de vorige keer gedaan. Jij zegt wat jij ervan vindt, hoe het op jou overkomt. Ik zeg wat ik ervan vind, hoe het op mij overkomt. En de rest, die gaat het zelf maar lezen. Dat is wat ik vind, hè? Ja, ze moeten het vooral zelf maar lezen, ja. Ja, dat lijkt me. Gaan die mensen een keertje tijd besteden aan leuke dingen? Dat is iets waar je wat aan hebt. Nou, mij valt op dat we al dik boven een uur zijn en we hebben nog heel veel te gaan. Wil je dat misschien in een tweede deel gaan doen of zo? Ja, we kunnen dit natuurlijk nog afronden. Nou, wat ik ook wel vind is dat... Nee, we zijn nog niet aan het einde. We hebben nog niet het laatste gehad, man. Oh. Het kapitel heeft 34 versen, hè? We zijn bij 13, hè? Oké. We doen nog een... ik stel voor, ik breek deze af. Of we laten het hierbij, we laten het bij deze analyse. Je wilde vooral het Onze Vader analyseren. Ik denk dat wij dat redelijk goed gedaan hebben, hè? Vind ik ook. Dat we dan met andere dingen voort kunnen gaan. De rest moeten de mensen maar zelf uitzoeken en ze kunnen ons altijd vragen. Hè? Ze kunnen mij contacteren via mijn kanaal, ze kunnen jou contacteren via jouw kanaal. Ja. Ze kunnen eens een keer gaan tonen dat ze ook dadelijk iets begrepen hebben. Bedoel eens een keer een commentaar te schrijven op die video's, wat zelden gebeurt. Wat geen verwijt is, maar wat een teken is daarvan dat er dus blijkbaar een zeer grote zelftevredenheid blijkbaar is. Of met angst, mensen die of angst, mensen, of angst, mijn broer. Ja, of angst, ja, dat zou ook kunnen zijn. Dat is dan nog veel erger. Als je schrik hebt, dan heb je Jezus niet als uw verlosser. Want als je Jezus als uw verlosser geaccepteerd hebt, dan heb je geen schrik meer, want dan weet je dat er niks kan gebeuren. Ja. Want in hem is al de kracht met jou alles te doen. Zijn wil geschieden. Dat is vooral het meest belangrijke. Ja? Daar zijn we nogal heel eventjes misschien overgegaan. After this manner therefore pray in heaven, our Father which art in heaven, hallowed be thy name, thy kingdom, thy will be done in earth as it is in heaven. Jouw wil moet geschieden in de aarde, zoals het gebeurt in de hemel. Die punt waar ik gezegd heb van waarom omgedraaid is. Let daar geen keer goed op. Ja. Maar het gaat erover van dat niet mijn wil geschieden, gewoon omdat ik mijn handen bijeenvouw, mijn kop neerbuig en aan mijn Vader in de hemel bid, maar dat ik accepteer en mij subject maak tot zijn wil. Ontzettend goeie. Nou, dan stel ik voor, dan breken we hem nu af en we pakken hem op bij de volgende uitzending. Is goed. Dit noem ik gewoon Onze Vader nummer 1. En de volgende keer rammen we door. Oké, dan moet je even stil zijn. Dan ga ik even afsluiten. Ja? Hey, lieve luisteraars, dit was uitzending. Ik ga het even controleren hoor. Dat is gewoon 188 of zo. En die ging dus over Rulers of Evil en we zijn afgedwaald naar het Nieuwe Testament. En dat hebben we gedaan uit Onze Vader. En we zijn er nog niet mee klaar. Dus de volgende keer moet je jullie weer gaan luisteren naar zo'n mooie uitleg over de Bijbel. Een boek waar je wat aan hebt. En
op zijn hamburgers zeg ik tjus en dag lieverds.